Ah, we hebben calls. Wel, sorry, wat? Hé, Gaap, is het al bij? Zit die naar binnen toch? Uit de deur zit al bij. Ja, maar dat kan je toch zomaar niet doen, calls? Ja, maar waarom niet? Hij heeft toch gezellig gebeld, moet hij er komen? Ja, hij heeft je besteld dat wel, maar je weet het niet. Waar is die hier, zeg hij? Oh, wat leuk. Dat heeft hij gehuurd. Wat raar. Misschien is het zijn huis niet, Koos. Misschien, want... Hymien, Sana, je begint niet over geld, hè? Nee, in ieder geval. Maar Koos, misschien is het... En je praat niet te veel, hè? Koos, misschien is het... Stel maar eventjes. Bekende mensen hebben alles wit, Koos. Ja, en hier is het zo rommelig. Ga naar je koppertje. Ik moet hier komen om iets te repareren. Jij bent meegekomen en... Doe maar net alsof je je stem kwijt bent. Ik ben mijn stem niet kwijt. Ja, want jij lult altijd... Meneer Peter! Heel lang! Nou, ik ben mijn stem niet kwijt, hoor. Ja, dan, je moet net doen... Meneer Peter! Stil! Nou ja, ik ga... Nou. Oh, hier is het. Hier is het lek. Hoe weet zo, je dat? Zo, dat is wel aardig. Hey, Mien, hey. Koos, blijf met je fikken van alles af. Zit neer! Dat is een verlovingsfoto, Koos. Denk ik. Dat is de trouwfoto. Hé, hey, maar ik ga even zitten. Je moet beter opletten. Stil nou even, ik ga... Hij is pas getrouwd, hou je kop nou eens even. Meneer. Stil nou even, ga nou even zitten. Meneer Peter! Stil nou. Ik ga even kijken waar dat lekker... Koos! Oh, ik wist dat er een klusjes van ging komen, maar ik wist helemaal niet. Oh, het enig dat ik dat meneer Peters. Koos, stress! Oh, meneer Peters, dat vind ik niet nou, ze is haar stem kwijt. Wat vrees, helemaal. Dat is heel erg. Niet echt, gaat u rustig zitten. Niet te veel, Mien. Ik zo dichtbij, maar kom op. Blijf nou even van die man af. Hij is zo echt, ik word helemaal verlegen. Ga alsjeblieft zitten. Ik ben heel blij dat u bent meegekomen, mevrouw. Ja, ik ben meegekomen, want ik denk... Kunt u mij even instrueren over die... Zo ontzettend. Kunt u mij even instrueren over waar het lek en zo... Daar is de lek en ze komt kinderen van. Dan hoe het precies zit, dat weet ik ook niet. Maar nou, ik zal het even proberen te lokaliseren. Een ogenblikje. Ik ga even kijken. Hij is gewend om alleen te werken. Nou, dit is een flinke les, hè? Ik ben heel blij dat jullie zijn gekomen, omdat dit programma ging over romantiek. Als er één leuk stel is wat ik vind, dan zijn jullie het natuurlijk eigenlijk. Wie wij? Ja, natuurlijk, u en Koos. Ja, helemaal. Oh, wat vind ik dan nou één van u? Ach, ga jij nou maar aan je werk. Ja, dat is het enige wat ik me afvroeg. Jullie hadden een beetje ruzie daarnet, hè? Toch? Nee, we hadden woorden. Wat is het onderscheid tussen woorden en ruzie? Nou, kijk, we zijn natuurlijk heel veel samen. Heel ja. En soms moet je elkaar een beetje terecht. Koos, hou op alsjeblieft! Ja, dat lekt hier ook Koos, ja, maar Koos, kom er misschien even bij zitten en dan stel ik gewoon diepgaande vragen over romantiek. Bij zitten? Ik bedoel, ik moet hier toch werken? Ik bedoel, ja, maar doe de lek straks. Daarvoor heb ik voor betaald. Ja, maar doe de lek gewoon straks. Jullie zijn... Het leukste stel wat ik ken, dus ga alsjeblieft zitten. Nou, de meter draait door, hoor. Ik bedoel, over de betaling hebben we het nog, hè? Ja. Het is de regeling dus, hè? Dat is, ik wil even heel ernstig vragen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat is een tijd geleden. Dat is eigenlijk wel leuk, hoor. Want we kennen elkaar al ontzettend lang eigenlijk, Koos, hè? Ja, soms denk ik wel eens te lang, maar het is grappig. Ja, ja, ja. Wat doe je ermee, Koos? Wij hebben elkaar leren kennen van... Hey, Marco Bakker. Ik was met haar zuster eigenlijk, hè? Oh. Eerst. Koos, en toen kwam ik bij hun thuis. Vind ik en niet stil leuk, nou, jouw vader kon ik goed mee opschieten, ging ik altijd mee wel juichen. En ja, toen kwam ik met haar in contact, want toen kon ze haar zuster niet vandaar, nou ja, van het een... Van toch wel het een en ander. Maar uiteindelijk werd het dus liefde helemaal. En nu zeggen ze, wil je een biertje? Nou, als je het toch hebt staan, graag. Ja. Een relatie... Nee, ze staat er maar eentje, toch? Een relatie rijpt, wordt rijper, zeggen ze. En dat hebben jullie dus niet, want hoe lang zijn jullie nu samen? Ah, we hebben een overrijpe relatie. Ja, maar hij is nog niet rot, hoor. Dat lijkt me ook. Maar waaraan merk je dat nu, dat een relatie rijp is? Ja, dat... soms heb je geen erg meer in elkaar. En de ruzies worden anders, hè? De ruzies worden anders. Je leert elkaar kennen en zo. Ik heb net als je verteld woorden... dat we geen ruzie hebben. We hebben nooit ruzie, nee. Jullie hebben nooit ruzie? Nooit ruzie. Nee, niet echt. Wel eens woorden. Dat had ik net gezegd. Ja, maar wat is het onderscheid tussen woorden en ruzie? Ja, het een is ruzie en het ander is woorden eigenlijk, hè? Dat het allemaal goedmoedig is, hè? We letten een beetje op elkaar, want het is ook een zekere steun. We geven elkaar een zekere steun eigenlijk, door gewoon af en toe te zeggen, ho Koos, zeg ik dan, nee, Koos. Ja. En ik probeer soms een woord ertussendoor te krijgen bij haar. Maar ja, dat doe ik bijna nooit. Ho Koos, nee Koos. Als ze ademhaalt, dan zeg ik een woord ertussendoor. Ho Koos, nee Koos. Mag Koos bijvoorbeeld naar de pin-up club kijken?
Die vraag overvalt me wel een beetje. Ja, en... Ik heb het er nooit over gehad, maar ik doe het wel eens, ja. Maar ik hou meer van kostuumstukken eigenlijk. Ah, dus meer van dat er nog iets... Wat bedoel je met stukken, Koos? Nou, ja, bijvoorbeeld, ja, actrices, van flinke actrices en zo en alles. Van, die spelen niet in de pick-up. Karin Bloemen bijvoorbeeld, dat vind ik... Daar hou je wel van. Van die welgeschaven... Je hoeft nou niet meteen helemaal te gaan zitten vertellen waar je van houdt. Nou ja, ik bedoel, dus die clubs, daar kijk ik bijna nooit naar. Nee. Nee, hij behalve als zij een beetje stem. Ja, inderdaad. Hey, andere... Dat je die sinaasappel nog even gaat zien. Ja, zullen we eventjes aan laten. Meneer Peters, die voert het woord hierna. Ja, neem me niet kwalijk. Over liefde met de dokter en haar familie. Is dat ook een soort liefde? De dokter en zijn familie? En haar familie, ja. En haar familie? Ja. Ja, natuurlijk is dat liefde. Dokter Landsberg is de meest ideale man die je je voor kan stellen. Vind ik persoonlijk. Zo, ja. Want dat komt altijd goed. Die man die is zo wijs. Ja, die is wijs. En zij is af en toe een beetje eigenwijs en toch is hij zo wijs dat het altijd weer goed komt. En hoe gaat dat dan? Ja, is waar hoor, Min. Ja. Zo is het. Dat moet je altijd maar zeggen. Waarom hebben jullie nooit gedacht aan kinderen? Ik zag daarnet een foto van u staan. Is dat nou een verlovingsfoto of een trouwfoto? Over kinderen willen jullie liever niet praten. Daar heb ik alle respect voor. Daar willen we best over praten, Min. Ja. Zij hebben bloedhekel aan kinderen. Ja. Zij slaat ze altijd. Nu maak jullie grapjes. Nee, ik heb helemaal geen hekel aan kinderen. Nou, Min, kom. Heb je misschien ook nog andere onderwerpen? Nee, het is gewoon nooit gelukt. En daar willen we eigenlijk liever niet over praten. En we proberen... Nou ja, goed. Hé, maar dan mag je je absoluut niet aantrekken en ik ben een beetje beschaamd dat ik over het onderwerp... Nee, dat geeft helemaal niks. Nee, we zijn er eigenlijk al aan gewend, maar het is toch natuurlijk een wond die liever niet opengereten mag. Ah, schat. Ja. Nou okay, ja, okay. We leven ermee. Ja. Nee, we leven zonder. Ja. Over mijn huwelijk wil ik... Ja, over je... Ja, vertel eens, ja, Bart. Ik ben is het normaal... ook een Belgische? Ja, natuurlijk. Ja. Krijg je een kind of zo? Het is nog niet zwanger, maar ik praat er normaal niet over, omdat ik wat verlegen ben, maar ik wil echt graag... Jij bent charmant van je. Nee, ik ben heel gelukkig getrouwd, maar wat ik met zekerheid weet is dat jullie heel erg van elkaar houden. Sta je daar soms zelf bij stil? Nou, eigenlijk nooit, hè? Het gaat zo vanzelf eigenlijk, hè? Maar het is wel zo, hoor. Hè, mij? Ja. Hij is mijn aard. We hebben het eigenlijk nooit over liefde eigenlijk. Dat is waarschijnlijk, dan zit het waarschijnlijk goed. Hè? Maar je ziet het gewoon en dat vind ik juist fantastisch. Nou, ja, soms dan zien we... Nou ja, goed. Dat hebben we wel eens andere keer. Dus, daarom vind ik je nou maar niet groot. Leuk, hè? Ja, hij is toch mijn aardappel. Ja, toch? Ja. Willen jullie het eindlied meezingen? Eindlied? Ja. Het gaat zo. Dus. Ja. Ik tik dan tegen de centrale verwarmingsbuis, dus op deze manier. Ja, dat moet je ook niet doen, want dan krijg je die lekkages van het. Ah, daar komen die lekkages. Dan komen de bovenburen en die zingen gewoon het eindlied mee, zo gaat het. Dus twee bruine jongens. Ja. Die kunnen fantastisch zingen. Ronnie en Robert. Hallo, gasten. Ja, hey. Hoe is het met jullie? Dat zijn de nieuwe Blue Diamonds. Ze kunnen fantastisch zingen. Het liedje gaat als volgt. Now it's time to say good night, sleep tight. Mag ik even afscheid nemen van de kijkers? Ja. Dit was De Kleinste Show. Volgende week hebben we het over alles wat bizar is in Nederland. Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt hoor. Ja. Doen we nog even da-da-da. La 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 la.